Het was echt heel hard. Wat deed je precies? Zie je deze vlek? Nee, ik denk niet dat je dat ziet. Nee, maar dit is zeg maar mijn hoofdafdruk. Want je ging boter pakken? Nee, ik ging de gordijnen goed doen. En toen was je vergeten dat we hier ramen hebben. Ik kan gewoon niet zo goed diepte zien. Dat is denk ik het probleem. Dat is het. Ja, het ligt niet aan jou. Nee. Ja, het ligt aan mijn ogen. Ik denk dat de overburen die klap gehoord hebben. Heb je nu een bult op je hoofd? Ja. Hoe noemen ze dat? Oh, je ziet wel, ik ben helemaal rood. Ja? Ja, je ziet het echt wel. Hoe noemen ze dat vroeger ook alweer? Een builEen builJa, toch? Een builop je hoofd? Ben je opgegroeid in 1480. Zegt de oude man. Ja, daarom. Ik zeg dat niet. Nou, lekker even gezellig een kopje koffie, hè? Wat? Vind je het ook zo gezellig? Ik vond het leuk dat je hoofd tegen de muur ging. Dat was mijn lievelings. Zo, ik ga even wat make-up op het gezichtje doen, want ik heb straks les. Even ja, ik weet niet, dat helpt toch een beetje met je als een mens voelen of zo. Heel stom, maar dat zou natuurlijk niet moeten hoeven. Maar dat gewoon iets minder corona, lockdown, I don't give a fuck anymore gevoel. Ik heb trouwens deze kabuki brush, heb ik echt 10 jaar terug denk ik bij MAC gekocht. Die gebruikte ik nu deze week weer, maar ik heb echt, hij geeft zoveel haren af dat ik dus helemaal onder de zwarte haartjes zit. Het is vet irritant. Slechte kwast, geen tip. Sowieso is MAC niet heel cruelty free geloof ik, maar nou goed. Put your head on my shoulders. Ik moet zo voor Stemless een 2 teksten uit mijn hoofd leren. Een gedicht dat ik dan zelf heb gevonden. En een andere tekst. Die tekst is echt de ergste tekst die je ooit hebt gelezen. Wacht, ik ga even 1 zin voorlezen. Evenals Byron, onberekenbaar en hoogmoedig tot op de grens van grootheidswaan. Cynisch en tevens sentimenteel, maar altijd antiburgerlijk zoals Heine. Democratisch en vrijheidslievend als Victor Hugo, mist hij, behalve in zijn Max Havelaar, het conceptievermogen dat elk deze 3 in staat stelde werk te scheppen van grote omvang, doch hij overtreft hen allen op zijn beurt door de onvergelijkelijke veelzijdigheid van zijn stilistisch vermogen dat hem naar de onbewust toegepaste eis van eenheid tussen inhoud en vorm zijn taalgebruik doet wisselen met het wisselende onderwerp. Dat was 1 zin! Dat was 1 zin! Doe normaal! Heb je van komma's gehoord? En nee, komma's dus wel. Beetje te veel van komma's gehoord. Hij heeft niet van punten gehoord, deze schrijver. Jezus. Nou, dus dat. Dat moet ik dan uit mijn hoofd leren. Ik ga nog even aan die teksten werken. Ontbijten. Ik wist niet dat ik zin had in oogschaduw, maar het zit erop. Dus ik denk van wel. Trouwens wel grappig, ik zag ergens een comment van iemand die zei dat dat hij het idee had dat ik heel erg dat ik een typetje speelde of dat ik niet heel erg of dat ik heel erg mijn best deed zeg maar in de vlogs. En ik kan me dat heel goed voorstellen, want het is natuurlijk ook maar gewoon een bepaald beeld wat je krijgt in zo'n vlog en je edit het en het is uiteindelijk toch gewoon iemand die tegen een camera praat. In principe niet heel natuurlijk. Maar ik denk zelf, want ik heb wel het idee dat ik gewoon mezelf ben. Redelijk in ieder geval. Ja. Ja. Maar ik denk ook dat het in mijn geval een beetje ermee te maken heeft dat ik best wel kan wisselen in mijn energie. Ik kan heel rustig zijn en gewoon heel, ja, in principe ben ik best wel stabiel. Maar als ik gewoon energie heb of enthousiast ben, dan ben ik misschien best wel een beetje anders. En ik denk ook dat ja, ik denk ook echt dat ik een combinatie van mijn ouders ben. Want mijn vader is heel gegrond en heel rustig en kalm, zeg maar. En mijn moeder, die kan dat ook zijn. Maar die is ook wel heel erg, zeg maar, heel enthousiast. Heel blij over heel veel dingen. Gewoon heel positief en heel, ja, ook wel, ja, gewoon heel opgewekt en zo. Opgewekt.
Dus misschien dat ik gewoon af en toe een beetje mijn vader ben en af en toe mijn moeder. En dat dat daarom lijkt alsof ik ja, niet mezelf ben of mijn best doe of zo. Of dus een typetje speel, zoals iemand zei. Ik snap het, maar ja. Ik heb niet het idee dat ik raar ben. Ik zou het even aan mijn vriendinnen moeten vragen. Vrienden, wat die ervan vinden. Die het idee hebben dat ze de echte Marije zien. Ja, dat ga ik zo even appen, denk ik. Ja, dan kan ik dat hier in deze video verwerken. Nou, is dat nou niet gezellig? Weet je, ik vind het wel... ik vind het wel prima zo. Het is ook mijn zondag. Wacht, ik heb nog helemaal mijn wenkbrauwen niet in de lijm gezet. Nou, een stuk beter, zie je niet? Wie wat bewaard heeft wat, hè, mensen? Pasta van gisteren, vet lekker. Ontbijt, brunch, lunch in één. Ik dacht nog, het is veel te veel, maar het ging er gewoon in één keer zo in, hoor. Overigens, ik heb net aan dus een vriendin gevraagd of ze vindt dat ik mezelf ben in de video's. Nou, komt-ie. Meest vage antwoord ooit. Ja, ik denk het wel. Dus dat ik mezelf ben in video's. We zijn er al zo bekend mee. En ik denk dat het meer is als je eerste video's. Toen had ik het gevoel dat je soms een switch omzette. Wat ook Marije is, maar net even anders. Okay. Ik denk bijvoorbeeld nu aan de Too Good To Go challenge. En nog vind ik het eigenlijk heel overeenkomen. Dus, conclusie. Ja, soms zet je misschien wel even jezelf aan op video. Dat herken ik ook wel. Het is niet alsof je zeg maar op de bank ligt te wauwelen tegen je moeder. Want je bent toch actief aan het praten tegen de camera. Dus dat is automatisch anders. Maar nou ja, zij vinden me in ieder geval niet een typetje. Ja, goed. Ik heb niet het idee dat ik mezelf moet verantwoorden of zo. Het is puur uit... gewoon interesse dat ik benieuwd ben wat andere mensen hiervan zeggen. Want ja, ik kan wel zeggen dat ik mezelf voel, maar ja, misschien komt dat helemaal niet over. Dat vind ik dan interessant om te weten. Dus, ik ga me klaarmaken voor de les, want het is bijna 1 uur. Krankzinnig. Maar goed, we hebben het dus over sitcoms. Maar de allereerste sitcom was I Love Lucy. 6 seizoenen. Ik ben even een rondje wandelen om mezelf weer wat op te frissen tussen de lessen door. Hoe gaat het met jullie sporten nu dat de sportscholen dicht zijn? Want ik merk dat het ja, niet zo heel veel gebeurt. Ik heb sowieso wel, sinds dat ik zeg maar last had, heb gekregen van... Anders hou je even je camera goed. Sinds dat ik 2 jaar terug last heb gekregen van burn-out klachten heb ik... met mezelf afgesproken dat ik niet moet sporten. Dat ik alleen echt doe als ik het voel. En dat ik gewoon in ieder geval wel een half uurtje ga wandelen per dag. Dus dat doe ik nog steeds. Dat is dan het minimale. En dan verder vul ik het een beetje aan met nu wat thuisoefeningen. Ik merk toch wel dat dat fijn is voor je lichaam. Want anders zit je gewoon echt zoveel. Maar ja. Wandelen is altijd goed. Maxi is terug. Hey Max, even een vraagje voor jou. Vind jij dat ik mezelf ben op camera? Vind jij dat ik, of dat ik een typetje speel? Ik vind je het echt irritant en ik vind je op camera irritant. Dus ik denk dat je wel gewoon jezelf bent. Ik had ook gewoon kunnen weten dat jij deze vraag niet serieus zou antwoorden. Ik zou het heel vervelend vinden als jij deze raar typetje deed op de camera. Ja, dat zou ik heel gek vinden. Dat is niet, nee, jij bent waarom doe je het zelf dan? Nee. Ik bedoel, of camera ook hilarisch. En dik. Dus het is gewoon in de gewoon zo. Oké. Nou, dankjewel voor deze briljante antwoorden. Ja, was goed.